dat je hier alleen, wat je hier ziet is niet alleen maar luchtvaartgeschiedenis, die Mustang, daar kunnen we uren Groningen, die al jaren deze Mustang hier in Nederland heeft, omdat hij als jochie al het mooiste wat hij zich voor kon stellen was vliegen met een North American Mustang. En dat doet hij de laatste jaren. En daar zet hij alles voor in. Zijn liefde voor de luchtvaart, zijn liefde voor het vliegen, drukt hij op deze manier uit. En op alle airshows is hij dan ook aanwezig met die Mustang. Omdat het zo'n onwaarschijnlijk mooi vliegtuig is. Omdat de vreugde van het vliegen hiermee zo onbeschrijfelijk groot is. Het zal best vol te houden zijn, dames en heren. Fijn dat u er bent. Prachtige plaatjes op de schermen namens onze vrienden van United, die u deze prachtige plaatjes laten strepen. Voor de Utrecht Fans langs verteld, dat zijn de invasiestrepen. Die zijn in 1944 aangebracht. De jagers die toen meededen aan die day om ervoor te zorgen dat ze niet verward zouden worden met de Duitse jagers. Gevlogen rol door Tom van der Meulen met zijn P51 Mustang. Uit de registratie daarop aangepast, PHPSI. En dan ziet het er net uit als P51. Static line te gaan staan. Hij zal verder geen demonstratie meer geven vandaag, maar luister nog even naar. Het scherm kondigt zich de eerstvolgende deelnemer aan deze show al aan. Dames en heren, dadelijk meer daarover. Bezoeker, het is erg grappig om daarmee ook de show echt voluit te beginnen. Want die MiG-15 die hebben we nog niet zoveel gezien in West-Europa. Mag ook zijn, bijna nooit. Ja, dames en heren.
inderdaad de MiG-15 die er zit aan te komen. Het is eigenlijk een Link 2, maar goed, daarover zometeen ook meer. Dit is ook weer zo'n organisatie die eigenlijk in de hele wereld in de luchtvaart tegenkomt. Een vrijwilligersorganisatie, een liefhebbersorganisatie. In het Pools zal ik de naam niet noemen, want mijn Pools is niet meer wat het geweest is. Maar het is de Stichting Poolse Adelaar. Opgericht in 1997 en op dit moment is het voor ons de enige vliegende MiG-15 in Europa in ieder geval. In Amerika vliegen er nog wel een paar en in het Oostblok, misschien op een afgelegen veld in Oost-Rusland, kan ik me voorstellen dat u af en toe nog een keer moet bukken voor een Mustang MiG passeert. Want wat was het probleem in het begin van die Koreaanse oorlog? Die MiG's die waren zo snel en zo sterk en zo goed manoeuvreerbaar. En de Amerikanen en Koreanen vlogen eigenlijk alleen maar met oude jagers. Deze jagers die het natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog fantastisch deden. Maar toen kwam die MiG, ja, dat werd natuurlijk totale paniek. Want die schoot echt, nou ja, bijna letterlijk alles uit de lucht. Daar hebben de Amerikanen toen zo snel mogelijk de Shooting Star, de F-80 tegenover gezet. Die trok het ook niet. En pas toen de Sabre kwam, de F-86 Sabre kwam, toen was het probleem opgelost en kregen de MiG's last van hun vijand. En dat was eigenlijk een begin van de wapenwedloop waarbij continu tussen Oost en West speelde. Wie is er eerder, wie is er sterker op welk moment. De dreiging was er continu. Het gevecht was er in Korea natuurlijk. En ja, dat was